Job heeft mijn eierklokje kapot gemaakt. Dus het eierklokje is kapot. Ja, dank u wel, Job. Dank u wel, Job. Ik ben Acid. Ik heb een nieuwe intro. Doe zeker een duimpje omhoog. Doe het smashje erom. Duimpje omhoog. Dat zou cool zijn. We hebben 19.000 subs. Bij 20.000 subs komt er iets heel cool. Maar ik heb een nieuwe intro. Zeker een duimpje omhoog. Let's go. Ik heb een jasje aan. Stel het dak zakt in en het regent binnen. Daarom draag ik een jas. Maar waarschijnlijk gebeurt dat niet. Dus jas mag weg. Yo YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Nieuwe video. Ja. Dat is een heel speciale video. Een video, ja, waar een, ja, een heel gevaarlijk onderwerp. Het is zo'n onderwerp dat als je het niet goed behandelt, dat is like een tijdbom. En als je het gele draadje doorknipt, dan had het eigenlijk het blauwe draadje moeten zijn. Maar er is ook een rode draad. En als je de verkeerde doorknipt, ontploft alles. Zo is dit onderwerp ook. Maar ik ga het met mijn goede brein en vriendelijke mond proberen goed uit te leggen. Dus ja, let's go. België vs Nederland. Nederland vs België. Jullie het willen. Speciaal voor deze video heb ik een beetje script geschreven waaraan ik me ga houden. Eigenlijk niet. Eigenlijk is dit gewoon een rapport. Fuck this shit. Waarom zou ik een script schrijven? We gaan er gewoon aan beginnen. Ja. België vs Nederland. Ai, ai, ai. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Maar iemand moet het doen. We gaan beginnen bij een paar dingen die ik zelf vind. En dan gaan we bij de feiten komen. Kijk, ik heb vrienden in België en in Nederland. Tussenin is er niet echt verschil, want tussen ons klikt het gewoon heel erg goed. Maar een stom voorbeeldje is als ik of Ryan of Alex gaan uploaden op These Games, op Joey's kanaal, op Gio's kanaal, op gelijk welke Nederlandse vriend zijn channel, dan zijn er veel meer duimpjes omlaag dan op normale video's. En zijn 70% van de comments kutbel, kutbel, kutbel. Waarom dat is? Geen flow idee. Waarom mensen ons haten? Don't know. Maar ik ben wel zeker dat er ook Hollanders zijn, dat er ook Nederlanders zijn, die ons gewoon accepteren in de maatschappij. En die ons zien als normale mensen. En die ons niet zien als boeren, die internet nog niet hebben uitgevonden. Maar we zijn ook gewoon mensen. We zijn ook gewoon levende dingen. Ik poep elke dag. Ik draag ook kleren. Ik adem. Ook. Dus zo verschillend zijn we helemaal niet. Maar er zijn een paar dingen die ik met jullie zou willen bespreken. Is het door ons accent? Zien we er anders uit? Of zijn we gewoon lelijk? Het is allemaal zeer moeilijk. Maar ik denk dat ik er aan uit ben. De reden waarom het soms niet zo goed klikt tussen Belgen en Nederlanders. Tromgeroffel alsjeblieft. Toch niet. Nederland zit nogal enorm veel voor op België. En dan bedoel ik voorzitten. Echt wel een stuk of 5 jaar voor op ons. En dan heb ik het niet over technologie of zo. Maar dan heb ik het over kleren en sociaal zijn en de manier van omgaan met dingen. Zo'n dingen. YouTube in België, dat is zo iets dat heel erg gevoelig is. Een onderwerp waar mensen niet graag over praten omdat ze het niet begrijpen en dat het nieuw is. En in Nederland is YouTube heel normaal. Het komt op televisie, de radio, de krant. Alles staat er vol van. Iedereen weet dat er YouTubers zijn. In België niet. En ja, dat komt wel, hoop ik. Het diepste van mijn hart. Nog iets. Nederland. Kleren. De kleren die ik nu zie als ik naar Amsterdam ga, hebben ze aan in België volgend jaar. Dat is fucked up. Maar dat is zo. Dat is gewoon Nederland die maatschappelijk veel meer voorsprong heeft op ons. Dat rare reden, don't know. En daarom zien sommige Nederlanders ons als misbaksels. Dat wij niet mee zijn en dat wij nog trager zijn en zo'n ding. Ook onze taal is een beetje anders en we hebben rare accenten. En soms verstaan we elkaar niet zo goed. En soms praten wij te traag. Zo'n ding. Het ergste is, Nederlanders spreken heel veel Engels. En dan zie je bij bordjes in Nederland, French fries, mensen, frietjes komen uit België. Even een korte geschiedenisles. Toen de Amerikanen of de Britten, I don't know, België binnenvielen, ontdekten ze frietjes. Jammer genoeg gebeurde dit in het Franse deel van België, in Wallonië. En toen ze in Wallonië binnenkwamen, namen ze die frietjes. En die mensen uit Wallonië spraken Frans. Dus zij dachten, hey, we zijn in Frankrijk. French fries, boom, daarom noemde het French fries. Normaal zou het Belgian fries genoemd hebben, maar dat is het niet. Overal in Amsterdam zijn er frietkotjes. Real French fries. Echte Belgische frietjes. Frietjes uit Vlaanderen. Maar dan gaan we daar frietjes kopen en staan er gewoon Nederlanders achter de ding. Onze spullen verkopen om er geld mee te verdienen. Kijk, ik kom heel goed overeen met Nederlanders. Ik ben half Belg, half Nederlander. Mijn accent is ook een beetje aan het verwateren, maar oké, laat er altijd in blijven. Ik vind Nederland en België even chill. Alhoewel ik veel liever naar Amsterdam ga dan naar Brussel. Ja, dat is gewoon zo. Maar oké, ik kom graag overeen mijn Nederlanders. Ik vind leuke peoples. Ik ga nooit zeggen, kut Nederlander. Zo ben ik niet. Ik ben gewoon een voorstander
van gelijkheid. En zo denk ik er dus over. Laat jij eens weten in de comments wat jij hiervan vindt. Ik vind het pittig om hierover te praten, want ik heb er al veel mee te maken gehad. Maar ik vind het gewoon kut. Ja, ik vind het ook. Ben ik zit? Ik zou zeggen, bedankt om te kijken in deze video. Vond jij niet chill? Dan zeker even een duimpje omhoog. Drop een like. Drop een commentje op wat jij hiervan vindt. Ben jij zo een die zegt, kut wel. Of denk jij meer van, het is gewoon goed. Laat dat weten in de comments. Ik ben ik zit en ik zou zeggen, adios, bietjes, joe.